Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Het is vandaag 9 april, mijn naam is Ruby en welkom bij de eerste aflevering van het Campingnieuws. Vandaag in het nieuws, de camping is weer geopend. Maar dit was toch geen 1 april grap? Het animatieteam maakt zich klaar voor het paasweekend en de paashaas is keihard aan het oefenen. 1 april is de camping geopend voor het nieuwe seizoen. En nee, dit was zeker geen 1 april grap. Na een winterstop waarin keihard is gewerkt, is de camping weer helemaal klaar voor de nieuwe gasten. Een likje verf hier, een likje verf daar en ze kunnen er weer een seizoen tegenaan. De eigenaren die hebben het er maar druk mee. Maar gelukkig hoeven ze het niet alleen te doen. Want het is nog maar een paar nachtjes slapen en dan komt het animatieteam weer terug op de camping. Laten we even overschakelen naar Claudia en Erwin die met het paasweekend het team zijn bij ons op de camping. Hey Ruby! Vandaag was ik lekker een dagje vrij. Ik heb lekker langs de waterkant gezeten. Lekker een beetje bruin geworden. Het was super lekker weer vandaag. Dus ik ben helemaal opgeladen voor het paasweekend. Want volgende week ga ik samen met Erwin lekker knallen. Ik ga zo naar huis om mijn spullen in te pakken. En ik heb er in ieder geval super veel zin in. En ik zie je misschien in het paasweekend. En als je er niet bent, zal ik de paashaas een handje van je geven. Doei! Ja, nog 1 weekje. Dan gaan we weer naar de camping. Maar eerst moet ik natuurlijk alles gaan inpakken, want ik moet heel veel spullen meenemen. Het zijn 3 hele dagen die we natuurlijk moeten knallen op de camping. Maar ik heb gelukkig al mijn topshirts wel bij elkaar geraapt. Maar ik ben ze overal een beetje rond laten slingelen. Hier liggen een paar op de stoel, hangt erin de gordijnen. En een paar over de kast heen en echt overal. Maar nog 1 weekje en dan zie ik jullie allemaal weer daar. Yo. Tot slot, de paashaas is al druk aan het oefenen. Overal worden verstopte paaseitjes gevonden. Kijk maar eens even mee. Paashaas verstopt die eieren ook wel overal. Hopelijk oefent hij niet te hard, want die eieren moeten natuurlijk nog wel gevonden worden. Zo te zien gaat het paasweekend weer een topweekend worden op de camping. En misschien kom ik zelf nog even langs, want de paashaas ontmoeten was toch altijd wel een grote droom van mij. Dit was Ruby met het campingnieuws. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel op de camping.